Martin van Meurs is al 20 jaar actief in de Arnhemse politiek. Als wethouder en de laatste jaren als fractievoorzitter van Pro Arnhem. Hij zegt dat zijn interesse in kinderporno begon nadat hij van een kennis een schijfje met foto's kreeg. Van Meurs zegt tegen de rechter dat hij vooral geïnteresseerd is in pubermeisjes met een ontluikende seksualiteit. Zogenaamde lolita's. Het gros van het materiaal betreft kinderen onder de 12. En meneer zegt dat hij vooral geïnteresseerd is vanaf 12. Ik zie het niet terug in het materiaal wat allemaal aangetroffen is. Zijn collectie kinderporno verzamelt hij met contacten uit binnen- en buitenland. Hij loopt tegen de lamp als hij een aantal foto's wil laten ontwikkelen. Van Meurs zit nu zo'n 3 maanden vast. Martin van Meurs zit als een politicus in de rechtszaal. Hij beantwoordt rustig en wel overwogen de vragen die de rechters hem stellen. Hij zegt dat hij spijt heeft, dat dit de grootste misstap is die hij in zijn leven is begaan. Maar hij zegt ook dat hij al aan het afbouwen was. Maar daar denkt het Openbaar Ministerie heel anders over. De eerste keer is er een doorzoeking geweest. Een paar maanden later wordt hij aangehouden. Dan worden opnieuw spullen in beslag genomen. En daar wordt weer opnieuw kinderporno aangetroffen. Martin van Meurs is onderzocht. Uit dat onderzoek blijkt dat hij geen pedofiel is. De psycholoog en de psychiater vinden het niet nodig om hem na zijn detentie in de gaten te houden, omdat ze niet bang zijn dat hij in herhaling valt. Het Openbaar Ministerie vindt dit onbegrijpelijk en wil dat hij opnieuw onderzocht wordt. De advocaat vindt zo'n nieuw onderzoek niet nodig. Hij pleit voor een taakstraf. Van Meurs is volgens hem al genoeg gestraft. Zijn leven is volledig overhoop gegooid. Wat hij het zwaarste vindt, is hoe hij in de media is besproken. In Arnhem. Eigenlijk kan vandaag wel geconstateerd worden dat de cliënt voor de rest van zijn werkzame leven is afgeschreven. Zijn oude buurt wil hem niet terug hebben en hij heeft zijn huis te koop moeten zetten. Over 2 weken, op de dag dat Van Meurs 60 wordt, doet de rechtbank uitspraak.